Hallo, mijn naam is de Big Sven Vlogger. Wat leuk dat jullie kijken naar deze vlog. Ik wil jullie vragen om een duimpje omhoog te doen. En ik zou het even leuk vinden als je abonneert op mijn kanaal. Ik wens jullie veel kijkplezier. Ik ben weer lekker aan het fietsen. Even een rondje. En wat gebeurt er nou net als ik wegrij? Het regent. Ik wist geen eens dat dit ging gebeuren. Ik had eigenlijk wel even het weer moeten checken. Ik ben weer terug van het fietsen. En het is nu lekker tijd om een douche te pakken. Zodat ik zo meteen lekker schoon mijn bed in kan. Ik heb lekker gedoucht. En mijn pyjama aangetrokken. En daarna ben ik bezig geweest met een outfitje voor morgenochtend. Zo kan ik morgenochtend iets langer blijven liggen. Dit is mijn lievelingsoutfit die ik morgen ga aantrekken. Ik ga nu even lekker tv kijken. Wat voor serie ga ik nou kijken? Brugklas. Seizoen 13 is al begonnen. Ik moet nog even een paar afleveringen terugkijken die op tv zijn geweest. Welke personen vind ik nou leuk in Brugklas? Laat ik het me gelijk even delen. Mevrouw de Jong die conciërge speelt. Esther die Puck speelt in Brugklas. En Kaylee die ook een persoon speelt in Brugklas. Die drie vind ik echt fantastisch spelen. Echt een aanrader om die serie te kijken van Brugklas. Voor nu, slaap lekker en tot morgen. Een hele goede morgen. Heb je lekker slapen? Ik wel. Ik ben vanmorgen ondertussen heel erg druk bezig geweest om mijn spullen van mijn kamer omhoog te zetten. Waarom moet dat nou eigenlijk? Omdat de schoonmaker vandaag mijn kamer gaat doen. En dan vindt hij het altijd fijn als ik mijn spullen even ergens opzet, zodat hij er makkelijker bij kan en zodat mijn kamer ook schoon wordt. Zelf heb ik de afspraak daarmee gemaakt, zodat hij het gewoon lekker kan doen en zijn eigen gang kan gaan. En zelf ben ik niet lui om schoon te maken, maar dat hoort altijd op dinsdag bij zijn werkschema. Dus als hij zijn werkschema afwerkt, is hij helemaal blij dat ik mijn dingen heb gedaan. Zo heeft hij minder werk. Zo ziet mijn kamer er nu uit. De spullen op de bank, op de tafel en op mijn bed. Ik ga nu werken. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag vandaag. Ik ben inmiddels terug van werk. Ik heb een ontzettende leuke ochtend gehad. Daar zo. Ik heb allereerst boodschap gedaan. Toen postronde. En toen daarna ben ik naar huis gegaan. Heb ik wat gegeten. En nog even samen met een huisgenoot en een begeleiding naar Hoevenraaf zijn gegaan. Even wat boodschapjes gedaan. Nu is het inmiddels al bijna 3 uur en ik moet zo meteen in de sporthal zijn. Zo meteen ga ik lekker sporten en wat ga ik dan doen? Lekker op de trampoline springen. Super veel zin in, ik ben daar ook heel erg goed in. Het is 21:50 s'avonds en ik zit op de bank. Ik ga jullie nog even mededelen dat sporten heel erg goed is gegaan. En we hebben lekker afgegeten, wat hadden we nou? Falafelballetjes, rijst en sajoerboontjes. Dat is super lekker. Die bonen, die kruidje met ui en knoflook. En dan heb je nog een pakje erbij van een bepaald merk. Voor nu wens ik jullie alweer slaap lekker en tot morgen. Een hele goede middag allemaal. Het is al 5 over 5 geweest. Ik ben vandaag lekker bezig geweest. Wat heb ik nou gedaan? Zoals jullie weten heb ik gewerkt. En wat heb ik vanmiddag gedaan? Ook gewerkt. Vanmorgen ben ik bezig geweest met schoonmaken. En de hele receptie heb ik schoongemaakt. En de trappenhuizen heb ik schoongemaakt. En natuurlijk de postronde. Nou, dat is allemaal heel goed gedaan. En vanmiddag heb ik de post wat vanmorgen binnen is geweest, heb ik vanmiddag rond de wijken gebracht. Nou, allemaal gedaan en geregeld.
Nu heb ik vanmiddag, toen ik thuis kwam, even een wasje in de machine gedaan. Nou, die is al bijna klaar. Dus ik moet zo meteen nog even mijn bed opmaken. En dan ervoor zorgen dat ik vanavond lekker kan gaan slapen. Ik heb ondertussen met Yara gebeld. Wie is Yara? Nou, als ik het gelijk met de deur in huis kan vallen. Haar ken ik van een special Media Awards en van Knoop en de Leeuw. Nou, daar hebben we elkaar leren kennen en ontmoeten. We zijn gewoon vriendschappelijk met elkaar gewoon af en toe aan het bellen. Waar hebben we het dan altijd zo dan over? Nou, dat kan ik ook wel vertellen. We hebben het dan over YouTube. Nou, over bepaalde dingen wat zij nog voor de kanaal kan doen en ik op het kanaal kan doen. Ik zet het linkje zo van haar even in de beschrijving, zodat jullie ook naar haar kanaal kunnen kijken. In ieder geval was het wel heel gezellig en heel leuk om het erover te hebben met elkaar. Zo hebben we het ook even over podcast gehad in de podcast-app en hoe ik hem dan in kan stellen om hem op bepaalde platformen te krijgen. Nou, al met al, het was heel erg gezellig dat we gewoon lekker aan het facetimen waren geweest. Hierbij sluit ik de vlog af. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. Ik zie jullie de volgende keer bij een gloednieuwe shorts, gamevideo of vlog van de Big Swam Vlogger. Doei doei!